tijdens het jaarlijkse sportcafé met dit jaar. We hebben deze avond georganiseerd omdat wij graag willen dat de sportverenigingen kennis nemen van de bepaalde thema's die er in de sport belangrijk zijn. Wat deze bijeenkomst uniek maakt, is dat wij ervoor hebben gekozen om voor het eerst de sportaanbieders samen te laten werken met de verenigingen. En op basis daarvan hun ook kennis laten nemen en überhaupt om erachter te komen wie is. Het is toch wel dat je echt als vereniging nieuwe inzichten krijgt van hoe kan ik hiermee omgaan, hoe kan ik het ondernemerschap binnen de sport, zeg maar. Allerlei vraagstukken waar eigenlijk alle sportverenigingen mee te maken hebben. De vragen komen ook vaak vanuit de verenigingen zelf. En dan wordt hier dan met z'n allen antwoord op gegeven. Wij zijn steeds meer zien van hé, dat sport is misschien toch ook wel een middel waar we wat aan hebben. Daar moeten we iets meer mee doen. En mijn droom is zoals, ik heb het in verschillende settings al meermaals aangegeven, mijn droom is. Wat de deelnemers kunnen doen, wat ze hier ophalen, is dat zij vooral de samenwerking met elkaar zoeken en aangaan. Binnen dit thema, binnen deze avond, binnen de deelsessie die ze bijwonen, bespreken ze bepaalde problematieken. En wij proberen ervoor te zorgen dat ze die onderling aangaan en ook samen het gaan oplossen. Met het doel dat Amersfoort een van de sportiefste steden van Nederland wordt. Mijn indruk is dat het weer een enorm goede opkomst is. Er zijn 70, we hebben 107 verenigingen. Als je dan ziet dat er 70 bestuursleden van clubs zijn, dan ben ik daar sowieso heel trots op dat het dus echt iets is wat voor de vereniging is. Ontzettend leuk om hier met andere clubs te zijn. Om elkaar te ontmoeten, kijken waar liggen jouw uitdagingen, waar liggen de mijne, kunnen we elkaar ergens vinden. Inspirerende breakout sessies en leuk programma, heel goed. Ik vond het een hele informatieve avond. Ik ben hartstikke blij dat ik ben geweest. Ik heb me ingeschreven voor verschillende workshops met AI en de nieuwe trends en ontwikkelingen. Dus ik ben hartstikke blij dat ik ben geweest, want het geeft mij weer nieuwe informatie voor de toekomst. 3, 2, 1.